wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Ik denk dat jullie het allemaal wel een beetje hebben meegekregen. Overal in alle online kranten, op diverse websites als het AD, de Telegraaf en RTL, op de newsfeed van alle iPhones in Nederland, stond dat een jongen 20 kilo was afgevallen door middel van de Efteling. Op maandagavond was het zelfs bij Hart van Nederland te zien hoe een jongen 20 kilo is afgevallen door de Efteling. Ja, ik had het echt niet verwacht dat deze video wel niet allemaal teweeg zou brengen. Ik kon het maar amper geloven. Vrijdagochtend toen ik wakker was, begon het met een artikel op Loopings over iemand die 20 kilo was afgevallen door op en neer naar de Efteling te fietsen. Dit werd eigenlijk door een heleboel kranten opgepikt en zo zag ik het op heel veel plaatsen op internet verschijnen. Het was echt niet normaal. Heel veel mensen stuurden me berichten van, oh gewoon, je staat op internet, of kijk wat ik hier heb gelezen. Op Facebook werd het honderden, duizenden keren zelfs gedeeld. Ik ben live geweest op de radio van Omroep Brabant. Ik heb met Omroep Brabant gebeld. Ik heb met AD gebeld. Ik heb met RTL gebeld. Ik heb met SBS gebeld. Dit is echt niet normaal. De middag toen ik uit school kwam, moest ik eigenlijk werken. Maar omdat mijn telefoon zo rood gloeiend stond, hebben mijn collega's het werk een beetje van me overgenomen. Collega's van de Jumbo, wanneer jullie dit kijken, super erg bedankt. Maar wat er deze dag over me heen kwam, ik kon het echt niet geloven. Nog steeds wanneer ik nou aan het werk ben, zeggen mensen van, hey, is dat die jongen van het Efteling fietsen? In de Efteling werd ik door een personeelslid aangesproken. Die zei van, hey, ben je weer op de fiets? Mijn vorige video is al bijna 100.000 keer bekeken. Super veel likes. Heel veel reacties op Facebook gehad. Super veel leuke berichtjes van iedereen op Instagram direct. Ik heb een heleboel volgers erbij gekregen. Het is echt niet normaal wat ik hier heb meegemaakt. Ik had nooit gedacht dat ik dit überhaupt mee zou maken. Ik wil iedereen echt onwijs bedanken voor alle leuke reacties en toffe berichtjes die ik heb mogen ontvangen. Deze hebben echt heel veel met me gedaan. Ik kon het echt amper maar geloven. Al die dingen die ik mocht ontvangen. Heel mijn vorige weekend stond eigenlijk gewoon helemaal op zijn kop. Ik kreeg zoveel belletjes, zoveel berichtjes. Mijn telefoon liep sneller leeg omdat constant dat mijn scherm aanstond van de meldingen. Nogmaals, echt bedankt voor alles. Ik had het nooit verwacht. Het is echt niet normaal. Het toppunt was wel, denk ik, dat Hart van Nederland in mijn straat stond en dat we opnames hebben gemaakt en dat ik een interview heb gehouden. Ja, wie maakt dat nou mee in zijn leven? Ik vond het echt ontzettend gaaf. Nou, ik denk ik breng jullie eventjes op de hoogte van wat het met mij gedaan heeft. Ik kan het nog steeds maar amper bevatten en niet geloven. Gelukkig is het allemaal wel weer een beetje rustiger geworden. Dus het is weer tijd voor een hele hoop nieuwe video's. Super veel zin in. Heb jij nou ook in de krant zien staan of op het nieuws gezien? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd? En zou jij nou graag in de toekomst op de hoogte willen worden gehouden van mijn nieuwe video's? Klik dan dadelijk in de outro op abonneren. Ik wil jullie nogmaals hartelijk bedanken. En hopelijk zie ik jullie dan weer in de volgende video.